daar zijn twee mensen die nog niet uitgepraat raken. Ik ben wel heel benieuwd of één of twee mensen iets willen zeggen van wat ze net gehoord hebben of verteld hebben. Was er iemand ook? Ja? Ja, leuk. En om even om te bedenken. Ja. Zijn er nog meer ervaringsdeskundigen? Want die heb ik inderdaad niet gevraagd aan het begin. Hier iemand en daar ook nog iemand. Ja, wou je ook nog iets zeggen? Nee, dat klopt. Dankjewel. Ja. Jullie hebben allemaal op de stoel waar je op zit een kaart gevonden. En ik zou jullie willen vragen om daar op te schrijven wat je net gedeeld hebt met je achter- of voor buurman of vrouw. Die kaarten die worden zo meteen allemaal opgehangen en daarmee kunnen we in één keer zien wat we allemaal al aan innovatie doen in de gehandicaptenzorg. Dus die kun je bij de uitgang denk ik bij ons inleveren. Ja. Het kennisplein had mij gevraagd van, goh, wil jij je keynote speaker zijn? In, ook al een keertje in april en vandaag weer. En superleuk vraag. Ik ben heel gepassioneerd voor innovatie in de gehandicaptenzorg. En ik dacht, oké, ik heb twee goede eigenschappen. De ene is heel veel gevoel voor detail. En de andere is, ik wil altijd graag volledig zijn in alles wat ik uitleg. Dus ik zei, nou mag ik dan de hele dag komen spreken? want dat is toch wel het minimale als ik wil laden wat innovatie dan precies is en hoe het werkt. Nou, de hele dag was een beetje veel, een half uurtje was wel maximaal. Dus ik heb heel veel van wat ik te vertellen heb, hebben we opgeschreven in een handreiking. Die krijg je als je weggaat, dus dan kun je rustig daar nog meer over lezen. En voor vandaag dacht ik, in de tijd die ik heb, ik ga jullie twee zinnen meegeven. Twee korte zinnen, Ingrid zei het al, kort en bondig. Twee zinnen die je makkelijk kunt onthouden, waar je af en toe nog eens terug aan kunt denken. En die je misschien kunnen helpen in een situatie die tegenkomt. En de eerste die gaat eigenlijk over samenwerken. Oh, dat was dat zo kort en bondig. Die was ik vergeten. De ander heeft altijd gelijk. Misschien een verontrustend zinnetje voor sommige mensen. Maar misschien weer geruststellend als je erachter komt dat je zelf ook wel eens de ander bent. Ik ga het over samenwerken. Vandaag is het thema ook innoveren doe je samen. En samenwerken. We doen het allemaal met uitverwanten, met elkaar, met innovatoren, met organisaties en bestuurders. En iedereen werkt met elkaar samen. En we vinden samenwerken, we zien daar allemaal belang voor. En samenwerken is op zich ook niet moeilijk. Behalve als het moeilijk wordt. Dan is het in één keer heel ingewikkeld. Dan kom je in een conflict situatie, dan komen er ineens allerlei emoties kijken bij die samenwerking, daar gebeurt van alles. En een van de dingen die kan helpen en die mij ook heel erg geholpen heeft, is om te bedenken, die ander heeft altijd gelijk. Hoe onredelijk en stom die ander ook is, hij heeft wel gelijk in wat hij zegt. En om een voorbeeld te geven, een aantal jaar geleden hield ik mij gepassioneerd bezig
mediawijsheid in de zorg. Ik zag dat er veel mensen waren met een lichtstandelijke beperking die van alles op internet deden, porno keken, ruzie maakten op internet. Daar gebeurde van alles, er ging ook echt van alles mis. En daar maakte ik me druk om. Dus ik was een training aan het ontwikkelen voor mensen met een verstandelijke beperking en voor begeleiders om hen beter op weg te helpen in die sociale media. En ik vertelde dat tegen een collega, die heeft mij aangehoord en aan het eind zei hij: ik vind het belachelijk. Ik vind het echt belachelijk dat je dit doet. En ik wist niet zo goed hoe ik daar moest reageren. Ik dacht, het was iemand die al 25 jaar in de zorg werkte, die ik echt wel een beetje hoog had zitten. En hij was echt boos. We zijn uit elkaar gegaan en ik ben een beetje bijgekomen. En toen ben ik later naar hem teruggegaan. En ik dacht, ja, stel nou dat hij gelijk heeft. Dat ik echt iets heel raars aan het doen ben. Hoe overtuigd ik ook ben dat dit echt heel goed is om die training te ontwikkelen en daar iets mee te gaan doen. En ik ben naar hem toe gegaan en we hebben daar een gesprek over gevoerd. En nou, de precieze woorden kan ik me niet meer herinneren, maar waar het op neerkwam was dat hij zei: waarom, als het moeilijk wordt in de zorg en als we even niet weten wat we met een situatie hoe we met de situatie om moeten gaan, omdat ineens iedereen lekker veel porno aan het kijken is, waarom moeten mensen met een beperking dan op cursus? Waarom moeten zij dan leren om zich beter te gedragen? Waarom bieden we geen passende ondersteuning aan in plaats van dat we proberen om mensen in te passen in de ondersteuning die wij te bieden hebben? En dat was een hele waardevolle les. Dat was ineens kon ik vanuit zijn ogen kijken naar waar ik mee bezig was. En dat perspectief heeft me heel erg verrijkt. Was het niet altijd met hem eens. Zeg maar, ik heb ook daarin mijn eigen dingen gedaan. Maar het heeft me wel heel erg geholpen om vanuit een ander perspectief naar mijn eigen werk te kijken. En er zijn nu nog steeds momenten dat ik soms dingen aan het doen ben en denk: oké, hoe zou hij naar deze situatie kijken? En dan probeer ik van perspectief te wisselen. Dus op het moment dat het moeilijk wordt in de samenwerking en je moet ruzie aan het maken, je komt in een conflict, het maakt niet uit met wie het is, want je komt het overal tegen. Bedenk dan, die ander heeft altijd gelijk. Hij heeft altijd gelijk vanuit zijn perspectief met de reactie die gegeven wordt. Hoe onredelijk die soms ook voelt. Dat was het eerste zinnetje wat ik jullie mee wil geven. En de tweede gaat over verbeelding. En verbeeldingskracht. Straks al even gezegd, die dame die bij Dylan zit, die heeft de verbeeldingskracht gehad om een werkelijkheid te zien die er nog niet was. En daar naartoe te werken. Maar niet iedereen heeft die verbeeldingskracht. Soms zit die verbeeldingskracht is die al veel meer aanwezig bij de mensen die met innovatie bezig zijn. En is het nodig om andere mensen een stukje van die nieuwe werkelijkheid te laten zien, om ze mee te nemen. Om een voorbeeld te geven, een aantal jaar geleden waren we een product aan het ontwikkelen voor mensen met een ernstige meervoudige beperking, zodat zij zelf de computer konden bedienen en zelf ontspanning konden gaan zoeken. En niet afhankelijk waren van iemand anders om de computer aan te zetten, om een filmpje op te zoeken, foto's te kijken, maar dat ze dat helemaal zelf konden doen. En we deden dat met een groepje van 4 mensen met ernstig meervoudige beperkingen. En de begeleiding zei: ja, we vinden het wel leuk hoor dat jullie ons in de groep willen hebben, maar wij zien het niet. Als jullie echt denken dat je met haar iets kan doen, nou, prima, ga maar doen. Dus we hebben dat traject doorlopen met haar. We hebben haar
van alles aangeboden, onderzocht, gekeken wat werkt niet, wat heeft ze nodig, hoe kunnen we en met haar motorische beperking en met haar fysische beperking rekening houden, zodat ze dit echt zelf kan. En na een tijdje deden we een sprintreview, zo heet dat dan. En dan komen begeleiders en ouders en iedereen kwam zeg maar meekijken naar wat we hadden gemaakt en hoe dat werkte op dat moment. En toen hoorde ik iemand zeggen, nou, ik had echt nooit gedacht dat zij dit zou kunnen. En als iemand die zin uitspreekt, ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren, dan weet je dat iemand aangekomen is in de wereld die jij voor je hebt gezien, maar waar die ander nog niet was. Je hebt iemand een ervaring geboden, waardoor die even boven zijn eigen verwachtingen, boven dat wat iemand zelf kan bedenken, uit heeft kunnen stijgen. En ik denk dat dat ook het doel is van de dag van vandaag. Namelijk veel inspiratie opdoen, nieuwe dingen bekijken, met mensen praten, komen tot nieuwe gedachten. Daarom heb ik dit gedaan. Je kunt met je telefoon deze QR-code scannen. Dan kom je, wat mij betreft voor één dag, maar je mag er ook langer in blijven zitten, kom je in een WhatsApp-groep terecht. Ik had nooit gedacht, heet de WhatsApp-groep. En daar kun je de hele dag je momenten delen. Dus zit je in een workshop en denk je, wow, ik had nooit gedacht dat dit ook zou kunnen. Of heb je een andere gedachte die begint met, ik had nooit gedacht dat. Dan kun je die daar delen. Daarmee denk ik dat we elkaar inspireren, maar ik denk ook dat we daarmee aan het kennisplein kunnen laten zien dat het gelukt is vandaag om mensen dat klein stukje nieuwe wereld te laten zien waar mensen nog niet waren voor vandaag. Ik wens jullie heel veel plezier en ik ben de hele dag, dus mocht je nog vragen hebben, zoek me op. Dank jullie wel.